wel leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie meenemen in de wirwar die gitaarwinkels heet. Wanneer je gaat zoeken op internet naar gitaren, krijg je een gigantische lijst van gitaarwinkels en gitaaraanbod en weet ik veel wat, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En daar ga ik vandaag jullie tips over geven. Moet ik beginnen met een gewone gitaar, goedkope gitaar? Moet ik een gitaarstarterset kopen? Moet ik een akoestische gitaar kopen? Moet ik een elektrische gitaar? Al dat soort vragen krijg je in deze video antwoord op. Oké, mensen, we gaan beginnen. Gitaren zijn er in alle soorten en maten. Je hebt kleine gitaren voor kinderen, je hebt gewoon 3 vierde, je hebt multiskills, je hebt 12-snarige gitaren, je hebt 7-snarige gitaren, je hebt 8-snarige gitaren. Ga zomaar door. Dus als beginner snap ik dat je dan denkt van welke gitaar moet ik nou hebben? Welke gitaar past bij mij? Tegenwoordig maken ze niet echt slechte gitaren meer. Het is alleen het verschil. De prijsklasses, dus in de duurdere prijsklasses heb je ook betere kwaliteit pick-ups. En het is vaak ook het merk wat je betaalt. Ik bedoel, als je Ibanez gitaren hebt, ja, dan betaal je ook veel voor het merk natuurlijk. Zelf heb ik een aantal gitaren. Mijn kat is hier, moment. Nou, hij wil ook even in de vlog. Maar tegenwoordig zijn er dus niet echt meer. tegenwoordig zijn er dus niet echt meer slechte gitaren. Ik weet niet meer waar het over ging. Tegenwoordig maken ze niet echt slechte gitaren meer. Natuurlijk, hoe duurder de gitaar, hoe beter de houtsoort, hoe beter de pickups zijn, hoe beter de tremolo systeem is. In principe is het beste om met een starterset te beginnen. Zelf heb ik hier ook een gitaar voor onder de 100 euro. Ik pak hem er wel even bij. Dit is hem dan. Deze gitaar heb ik gekocht voor 79 euro. Het is een Vesely noemen ze dit. Dit is een eigen merk van Baxshop. Het is een Telecaster model. Hij speelt op zich voor deze prijs. Is het een redelijk goede gitaar. Het klinkt goed, dus 79 euro, tapgitaartje. Als eerste gaan we even kijken naar Thomann. Thomann zit in Duitsland. En deze hebben ook alles te koop. Dat zie je hierboven, zie je gitaren, drums, keys. Nou, we gaan even naar de gitaren natuurlijk. Hier heb je alle soorten staan, elektrisch, concertgitaren, western, elektrische bassen, akoestisch. Nou, alles staat hier maar, snaren. Wij gaan nu naar de elektrische gitaren en naar de gitaren sets. Ik zou toch kiezen voor een gitaarset zo tussen de 200 en 300 euro. Dan zit je hier gelijk al bij de eerste. Dat is een, dat is geen Fender, dat is een Squier. Maar Squier is een dochteronderneming van Fender, dus dat is op zich is dat zeker goed. Nou, alles erbij, een gitaarband, een kabel, een netspanningsnoemer voor je versterker die erbij zit. Er zit een Fender versterker erbij, hartstikke leuk dingetje. Dus even kijken, hier staan wel wat specificaties. Het is een 15 watt versterker. Nou, voor thuis en te oefenen is het op zich wel genoeg. Hij krijgt ook hier, zie je, bijna 5 sterren, dat is goed. Nou, 268 euro, hartstikke leuk setje. Thomann, daar bestel ik vaker. Dat is voor mij de ultieme winkel. Hier heb je kindergitaren, 119 euro. Hier heb je een signature, noemen ze dat, een Slash van Epiphone. Epiphone is dus een dochteronderneming van Gibson. Dus dit is ook verder goed. Even kijken, dit is een hele mooie Harley Benton met een hele mooie superstrat met een, volgens mij zit een Floyd Rose tremolo. 40 watt versterker. Nou, dit is echt waar. Als ik zou mogen kiezen, zou ik voor deze set gaan. Een 40 watt versterker, een machtige mooie gitaar, tapgitaar. 276 euro. Gitaarkabel, een gitaarband, plectrums, versterker, tas en een gitaar. Nou, hij krijgt ook 5 sterren. Deze is ook mooi, 393 euro. Als je iets meer te besteden hebt, zou ik gaan voor deze. Want ik heb zelf ook een Fusion. Hier staat een Fusion, maar ik heb een met een Floyd Rose. Dit is een met een Wilkinson tremolo. Die zijn iets meer gevoelig voor
voor het stemmen, voor het gitaarstemmen dan de Floyd Rose. Maar wel een hele mooie gitaar. Twee humbuckers en zelfs een single coil. En die zijn volgens mij ook nog schakelbaar, als ik het goed heb. Er zit een tas bij, heel veel plectrums en weer een versterker van mij, weer die 40 watt versterker. Dus dit is ook een hele leuke set. Dit is ook wel een leuk spul, de Ibanez Jumpstart set, is ook wel grappig. Ook een hele leuke gitaar, zit ook van alles bij. We hebben meer sites, we hebben in Nederland ook een site, die heet Baxshop.nl. Gaan we ook even kijken. Is ook wel een leuk spul deze. Kijken wat hier nog bij zit. Kleine versterker. Fesley. Ja, Fesley, dat heb ik ook. Daar heb ik ook een gitaar van. Is op zich een heel leuk spul. Maar het kan niet tippen aan de Harley Benton van Thoman. Dat sowieso niet. Dus, Ja, maar dat is mijn keuze natuurlijk. Dat moet iedereen zelf weten. Hier heb je op zich ook wel een hele leuke. Deze is ook wel heel leuk. Een Epiphone, dat is dus een Gibson, een soort onderdeel van Gibson. Met een versterker erbij, plectrum, stemapparaat. Dus dat is ook wel een heel leuk setje. €225. Je hebt meerdere winkels. Je hebt ook nog een music store. Zit ook in Duitsland. Duitsland zitten drie hele grote zaken, tenminste zover ik weet. Deze music store heeft ook wel van die setjes en volgens mij hebben hun, even kijken, van die Roxxon gitaren. Ik ben er zelf niet bekend mee, met Roxxon. Even kijken, gitaarset, ja. €100. Ja. Vind ik dan vaak wel wat aan de goedkope kant, omdat je dan... Vaak zijn die versterkertjes te licht. Hier zit ook een Marshalltje bij, zie ik zo, als ik het goed heb. Kijken. Even kijken. Ja, Marshall. Ja. 2 watt. Nou, dat is niks. Dus daar ga je spijt van krijgen. Dat weet ik zeker. Dus nee, ik zou toch weer, ook in dit geval, ook weer iets duurder gaan zoeken. Tussen de €200-€300 is echt, dan heb je goed spel. Deze, meer grote versterker, €214. Ja, de kleur. De kleur moet je van houden, van deze kleur, maar op zich, ja, het maakt het uit als je begint. Er zit wel van alles bij. Band, snaren, versterker van hoeveel watt, weet ik niet, staat er niet bij. Oh ja, 15. 15 watt op zich, maar... Ja. Nou, deze is ook wel leuk. Dit is ook zo'n super strat, zit ook een gitaar. Standaard bij, zie ik, een stemapparaat. Ook altijd wel handig. Ja, dat is ook een leuk setje. Ja, €248. Leuke set. Jack & Danny is dit. Het is ook een eigen merk van de music store. Ibanez heb je hier ook weer. Ook altijd wel goed. Ibanez kun je altijd wel... Hier zit een Marshall bij, dat is ook leuk. Dit is wel een leuk spot. Dit is ook een leuk setje. Marshall versterkertje. Een leuke Ibanez Geo gitaar en een kabel zit erbij. Dus dit setje is ook heel leuk. Nou, zoals ik zei, de meeste merken, Ibanez is goed. Je hebt ook, even kijken, Yamaha is ook wel vaak wel goed. De Squire is ook goed, dat is van Fender. Ik zou, dus als ik echt mocht kiezen, zou ik deze adviseren. Als nummer 1. Dit is echt een hele mooie set. Goede versterker, ook een krachtige versterker, 40 watt. Dus dat is echt een heel leuk spel. En de gitaar is goed, ik weet het, daar heb ik ervaring mee, dat Harley Benton is echt top. Dus die zou ik kiezen. En wat hadden we hier nog? We hebben een of andere set dat ik zei van die is wel... Yamaha is ook altijd wel goed trouwens. Dus ja, je kunt de custom te keuren. Ik heb hier een beetje wegwijs gemaakt in de wereld van de gitaarwinkels. Want het is, je ziet soms door de bomen het bos niet meer. Ik hoop dat ik jullie wat wegwijs heb gemaakt. Nou mensen, dit was weer een nieuwe video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. Dat kan hieronder. Het kost verder niks. Doet mij er een heel groot plezier mee. Laat een reactie achter in de comments. Maakt niet uit, alles is leuk. Aankomende zaterdag ben ik er weer met een gloednieuwe video. Hou hem in de gaten mensen. En dan zeg ik zoals altijd, tot de volgende video.